Goedemorgen. Kijk naar de weerswachting van weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we wolkenvelden boven Nederland, dunne en dikke. Uit de dikste bewolking valt soms een spatje regen of motregen, maar op de meeste plaatsen is het droog. Er zijn ook opklaringen, dus de zon laat zich vanochtend ook af en toe zien. Temperaturen vanochtend 5 tot 7 graden en vanmiddag stijgt het kwik dan naar zo'n 9 graden. De plaatsen kan het 10 of misschien zelfs 11 graden worden. De zon blijft van de partij, maar de wolken ook en vooral het zuiden maakt nog kans op een licht spatje. De windwaarde uit het zuidoosten is windkracht 3 tot 4, in open gebieden soms windkracht 5. Vanavond weinig verandering, maar in de nacht is het op de meeste plaatsen droog. Dan kan het vooral in het oosten en noorden afkoelen tot rond het vriespunt. Morgen overdag hebben we dan geregeld zon, meer zonneschijn dan vandaag. Maar het zuiden maakt nog steeds kans op een enkel buitje. Overwegend droog weer, temperaturen rond de 8 graden. Alleen in het uiterste noorden kan het geheel bewolkt worden, daar is het dan 5 graden. Maandag, lange tijd droog en geregeld zon. Pas in de avonduren neemt vanuit het westen de kans op uh, regen toe. Dat regengebiedje trekt dinsdagochtend dan weg en dan breekt de zon weer door. Ook woensdag, droge omstandigheden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.